staan nu voor het huis van collega Lex. Lex woont ook in de Professoren-Burgemeesterwijk en hij heeft zijn huis ter beschikking gesteld vandaag voor het groepsinterview. En ik ga vandaag jullie laten zien hoe we ons voorbereiden op zo'n interview. Hey, goedemorgen. Nou, Lex die heeft net verse verfennen uit de tuin geplukt voor de thee. Ik ga jullie even laten zien hoe de voorbereidingen op de focusgroep plaatsvinden. Nou, ik heb een hele gespreksleidraad met alle onderwerpen die ik straks ter sprake ga brengen. Maar het is vooral de bedoeling dat de deelnemers straks samen in gesprek gaan met elkaar. Dus we hebben koekjes en we hebben straks lekker een lunch. Dus het wordt een gewoon gezellige bijeenkomst. Nou, de deelnemerslijst. En dan heb ik natuurlijk de foto's die de deelnemers hebben gemaakt. Verschillende onderwerpen die straks ter sprake komen. Alle deelnemers hebben ook een naambordje gemaakt. Zodat we elkaar straks gewoon met de voor- of achternaam in die gewenste aan kunnen spreken. En ik zit dus aan het uiteinde van de tafel, zo ver mogelijk terug. Zodat het echt, dat jullie met elkaar in gesprek gaan. Nou, dit gesprek wordt straks op audio opgenomen met een voice recorder, zodat ik alles uit kan typen. En dan gaan we nog even hier. Hier staat dan nog een camera. En die camera die gebruiken we puur zodat ik naast de audio ook beeld heb en dat we nog kunnen zien wie wat zegt. Want als we heel veel stemmen door elkaar hebben, dan is het soms moeilijk om nog dat terug te brengen naar een persoon. Nou, verder hangt hier dan nog een vel. We gaan straks ook creatief met elkaar aan de slag. Post-its liggen al op tafel. En daar gaan we straks kijken of we samen tot een definitie van woonplezier kunnen komen.